Het regent zo hard buiten. Niet normaal. Zo, hey. Welkom terug. Het regent de hele dag al een beetje. Ik zal vanmiddag een beetje opklaren. Of droog worden in ieder geval. Dat is mooi, want ik wil de drone nog even vliegen. Want de batterij moet er weer even een keertje weer leeg. Want dat ding staat nu al bijna weer 10 dagen stil. En dan gaat de batterij zichzelf ontladen. Dat is niet goed. Dus ik wil de drone in principe even vliegen als het ooit nog een keer droog wordt vandaag. Denk het niet. Ik ga vanmiddag even iets doen wat ik al heel lang niet meer gedaan heb. Ik ga gamen. Ik heb al heel lang niet meer gegamed. En ik heb er nou eigenlijk best wel een keer zin in. Dus ik ga zo meteen gewoon even een spel opzetten als hij klaar is met renderen van de vlog van gisteren. Van Rotterdam. En dan hopen dat het nog een beetje goed gaat. Ik ga verder niks doen. Vandaag. Ja, de drone vliegen als het ooit droog wordt. Maar dan moet het wel eerst droog worden. Dus, dat is een probleem. Ja, ik was gisteren in Rotterdam. Ik wou dat ik mijn drone bij me had thuis houd. Vlakbij Blaak. Dat groene stuk in het midden tegenover het station. Wauw, wat was dat een mooi stukje eigenlijk. In het midden van Rotterdam, in het centrum. Dat leek best wel geinig. Water erbij. En al dat andere. Maar ik ga nou eerst even wachten tot ik klaar is met renderen. Misschien een beetje eten naar beneden. En dan moet ik in principe zo weer terugkomen. Zo, al mijn spullen zijn gepakt. Ik pak nou mijn fiets en ik ga die kant op. We gaan vliegen bij een parkje in Oude Pekela. En ik dacht, dat is wel een leuk plekje. Dus ik zei, daar wil ik graag vliegen. Dus daar gaan we nou heen. Het is 5 à 10 minuutjes fietsen hier vandaan. Ik denk iets langer. Plus minus 10 minuutjes hier vandaan. En er is water, er zijn bomen. Er loopt een rond pad omheen. Een grote cirkel. En waar is mijn sleutel? Oh, hier. En één ding dat ik sowieso wil oefenen, dat is Point of Interest, POI, manually. Dus niet met die smart feature die erin zit. Ik wil het perfect leren vliegen uit mezelf met mijn handen. En niet via dat de app alles het voor me doet. Want dan kan je ook nog eens een keer opzij omdraaien en weet ik veel. En dat kan bijna niet als jij via het manual doet. Dus wij gaan nu die kant op fietsen. Hopelijk dat die andere jongens er al zijn. En I will catch you when I'm there. Zo, aangekomen. De jongens zijn er ook net. En het is prachtig weer. De zon schijnt heerlijk. Kan niet beter. Mooi. Nou vliegen. Yo. Hoi. Hey. Yeah.
Zo, de camera staat weer vol met clipjes deze. De andere van de drone ook, hartstikke mooi. En slecht wegdek is dat hier zo, ongelooflijk. Ik ben nou weer onderweg naar mijn huis. Zo meteen alles even heel snel op de computer zetten. Zo ver mogelijk editen. En dan kan ik hem morgen meteen editen. Als ik weer thuis ben. En daarna meteen de volgende vlog editen. En als het goed is, kan ik die ook nog gaan renderen. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar nou in ieder geval naar huis. Lekker eten zo meteen. Hier lekker uitrusten. En dan meteen na het eten mijn bed weer in. Ik moet morgen weer om 2:30 beginnen. 3:00 beginnen. Dus ik heb mijn wekker alweer om 1:00 staan. 2 uur op de fiets weg. Iets voor 2 uurtje fietsen. Van Peek naar Hogezand. 22 kilometer. Dus 22 heen, 22 terug. Dus zo'n beetje 45 kilometer. Rond de 45 kilometer per dag fiets ik dan. Dat is veel. Dat is echt heel veel. Ongelooflijk. Maar dat maakt niet uit. Nou naar huis. En ik zie jullie zo meteen wel weer op mijn kamer. Zie je daar zo. Zo, alles staat op mijn computer. Nou, alles even uitzoeken en sorteren. Ik heb 17 drone video's. Ik heb 27 beelden hierop staan. Inclusief deze nou. Dus daar moet ik nog heel wat van gaan uitzoeken. Dus dat wordt lang editen, denk ik. Ik denk dat ik er morgen ook nog eventjes mee bezig ben. Jammer genoeg. Dat was niet de bedoeling, maar oké. Maakt ook niet uit. Morgen weer naar het werk. En dan zie ik jullie in principe morgen weer naar het werk. Als je deze video leuk vond, laat het weten met een duimpje omhoog. I appreciate that. Really, I appreciate that. En dan hoop ik jullie in principe morgen weer te zien. Hou je taai. Blijf jezelf. Blijf altijd lachen. Altijd blijven lachen. Keep smiling. En dan hoop ik jullie morgen weer te zien. Geniet van je dag. Geniet van je nacht. Geniet van je middag. Geniet van je dag. Slaap lekker, weet ik veel. Jongens, tot morgen. Aloha. Zo, ik ben nu in Rotterdam. Eindelijk. Nou moet ik deze straat een stuk uitrijden. En dan op de duur kom ik bij West Blackout. En vanuit deze weg zal ik in principe de skatebaan moeten zien. Dat zullen we nog wel eens zien eigenlijk. Eerst even zorgen dat ik daar kom.